Maar voorzitter, het is complotretoriek. Het is je reinste complotretoriek. En ik vind echt dat dat geen plaats hoort te hebben hier in deze zaal van de Tweede Kamer. Dit is het belangrijkste podium van Nederland. En juist complotretoriek hoort hier weersproken te worden, geen plaats te hebben. Gideon van Meijeren confronteerde Hugo de Jonge gisteren. Hugo noemde de uitsluiting en ontmenselijking van ongevaccineerden complotretoriek. Complotretoriek, Hugo? Ook noemde hij buitensporige politiegeweld tegen critici van de overheid complotretoriek. Politiegeweld waar zelfs de VN en Amnesty International zich over hebben uitgesproken. Complotretoriek, Hugo? Ook noemde hij censuur, waar critici van de overheid mee te maken kregen en krijgen, complotretoriek. Het narratief van de overheid moet in stand worden gehouden en dissidente stemmen krijgen de wind van voren en worden soms zelfs vervolgd. Complotretoriek, Hugo. Kortom, Hugo de Jonge staat symbool voor alles wat er mis is in de samenleving op dit moment. Arrogant, dogmatisch, niet kritisch naar jezelf willen kijken en alles maar willen wegwuiven als complot, extreem rechts, fascisme, etc. Maar juist deze mensen zijn zelf fascistisch. Zij zijn zelf een gevaar voor de democratie. Wij staan aan de goede kant van de geschiedenis. Geef niet op en geef niet over. Tot snel.